De voormalige legersite van Campus Koppes in Brasschaat doet dienst als openluchtmuseum voor de tentoonstelling Manoeuvre. In eerste instantie heb ik werk van jonge kunstenaars opgevolgd en tentoongesteld in de galerieruimte te Antwerpen. Vandaag tracht ik met About Art vooral projecten op touw te zetten met kunstenaars die een uitdaging in de publieke ruimte durven en kunnen aangaan. Manoeuvres telt 11 kunstenaars, waaronder wel één kunstenaarsduo. Enkele kunstenaars hebben zelfs voor de eerste maal nu werk gerealiseerd voor de buitenruimte. Dus voor hen was het een absolute uitdaging. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua materiaalgebruik. Het is zeer moeilijk uiteindelijk om werk te maken voor de buitenruimte. Je moet ook daar rekening houden met de duurzaamheid van de werken. I normally make work that goes inside a gallery, and the things I make are very delicate. And I really wanted to participate, so I had to think of something to make these sculptures safe. So I decided to put them in my dead husband's car, and I've kind of made this little family piece that is going on some sort of farewell trip. It's quite romantic and sad at the same time. It's a farewell to petrol cars, to my husband, to family life as I knew it. So that's really what the piece is about. Normaal gezien maak ik alleen maar binnenwerk, omdat ik heel veel karton gebruik, tape, hout. Dus dan heb ik het een beetje moeten vertalen naar materialen die buiten kunnen. En ook een beetje vergroten in schaal, hè, want de gevel is 12 meter hoog. Dus dat was wel een beetje een andere aanpak dan binnen op een witte muur werken van een galerij of van een tentoonstellingsruimte. Ik zoek altijd een beetje naar ritme en naar evenwicht op een bepaalde manier. Nu is het inderdaad ook wat speelser dan dat ik anders werk. Inderdaad wel in contrast met die gevel die daar gewoon staat recht te zijn. Ja, dan danst dat er zo'n beetje overheen, hè. De titel Manoeuvres of Manoeuvre, het is eigenlijk hetzelfde geschreven in Engels en Frans. In het woord zelf heb je man en oeuvre, manu, hand, oeuvre, de werken, chef d'oeuvre. Dus in die zin de verwijzing. Dan anderzijds, Campus Koppens was eigenlijk een militaire site. Het overblijfsel van historische architectuur is nog steeds aanwezig, wel gerenoveerd ondertussen, aangepast. En vast en zeker omwille van de installatie van de werken. Dus installatie van werken is eigenlijk heel arbeidsintensief. Er zijn kunstenaars die hier tot 's avonds in een donkere tot 10 à 11 uur gewerkt hebben. Met hoogtewerkers, ladders enzovoort. Dus het betekent echt wel een echte arbeid om bepaalde werken geïnstalleerd te krijgen. Dus in die zin, Manoeuvres is denk ik toch wel een juiste benaming.